Aan de 26e triathlon van Leiderdorp deden ongeveer 550 deelnemers mee over 3 verschillende afstanden. De langste afstand, de middenafstand, werd om 8:30 ochtends door wethouder Willem Joosten weggeschoten. Het is toch een van de wat grotere evenementen. Als je ook ziet de deelnemers die er vandaag zijn en de rest van de dag, is het een behoorlijk evenement. En het is heel ontzettend leuk dat dat in Leiderdorp plaatsvindt. Hebben ze u nog als nieuwe sportwethouder nog niet kunnen overtuigen om zelf mee te doen? Nee, ik probeer mijn vrije tijd bezig te houden met hardlopen, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Maar ja, het zou wel een uitdaging zijn, maar de middenafstand zal het niet worden in ieder geval. Een triathlon bestaat uit 3 disciplines. Na het zwemmen moeten de atleten nog fietsen en hardlopen. De baanderij Triathlon Leiderdorp heeft een gevarieerd deelnemersveld van recreanten tot topatleten. Ook deed er 1 koppel mee. De blinde Daniel Knecht traint samen met zijn buddy voor de Paralympics in Tokio. Wij zwemmen samen, racen op tandem samen en we lopen samen. En wat is voor jou het lastigste onderdeel? Het lopen. En waarom? Omdat het een moeilijk parcours is hier. Het is erg smal, het is niet verkeersvrij. Vorig jaar hadden we wat problemen met fietsers, want ze hebben vaak niet door dat ik het niet zie. Dus wij blijven naast elkaar lopen en sommige mensen ergen zich daaraan. Ik heb 1 voordeel dat ik Daniel met lopen goed kan bijhouden. Dus daar heb ik altijd wel een beetje overschot in. En dat is ook wel belangrijk omdat ik dan de ruimte heb om nog goed te coachen. Fietsen versterken we elkaar gewoon, dus dan geef je gewoon alles. En eigenlijk is dat met zwemmen net zo. We moeten wel in een bepaald ritme zwemmen samen. Dat we niet tegen elkaar gaan zwemmen. Daar heb ik gauw de neiging tot. Dus dat ik niet Pascal zie als concurrent, zeg maar. De middenafstand bestaat uit 2,5 kilometer zwemmen, 87 kilometer fietsen en 20 kilometer hardlopen. De snelste triatleten doen al meer dan 4 uur over deze afstand. Dit jaar werd de middenafstand in Leiderdorp voorlopig voor het laatst gehouden. De middenafstand zet eigenlijk het programma de hele dag een beetje op slot, waardoor we tijdens die wedstrijd niet meer andere wedstrijden kunnen organiseren. En we willen meer voor kinderen gaan doen, meer variaties mogelijk gaan maken. En door die niet te organiseren hebben we veel meer ruimte voor andere ook atleten die nu gewoon niet mee kunnen doen, vol zitten. Na het zwemmen lag ik 2e en op de fiets bleef ik 2e. Ik was wel wat dichter naar voren gekomen. En halverwege het lopen kon ik naar de koppositie. En die heb ik gelukkig vast kunnen houden. Dus fijn, heel blij mee. Volgens mij hebben we de nummer 2 nog niet zien binnenkomen. Hoe was de onderlinge strijd op het parcours? Hij komt volgens mij nu aan. Maar ik haalde hem hierin na 10 kilometer lopen. Toen heb ik een beetje gas gegeven om er meteen hard voorbij te gaan. En daar betaalde ik daarna de prijs voor. Maar gelukkig is hij ook ingezakt. Dat had geen sprint moeten worden in ieder geval. Ja, fietsen werd gewoon steeds zwaarder. Het ging steeds harder waaien. Steeds harder wind mee en steeds langzamer wind tegen. Dus met lopen had ik niet echt goede benen. Heel erg verkouden en ik wist eigenlijk niet of ik wel zou starten. Dus toch gedaan geworden. Dat is mooi. Voorlopig de laatste winnaar op de middenafstand hier in Leiderdorp. Ja, dus die titel mag ik voorlopig dragen. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja. De sprint, 750 meter zwemmen, 23 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen werd gewonnen door Rob Musters en Diede Diedriks. Na 1 uur, 18 minuten en 44 seconden kwam ook het Paralympisch duo over de finish. Zwemmen was een beetje druk. We hadden niet helemaal de start goed gehoord. Het was slecht te horen uit water. Ja, verder fietsen, supergoed parcours. Er zat wel een vies tegenwindje. Lopen is hier een moeilijk parcours, maar dat wisten we. En nu onderweg naar Tokio? Tokio is al 2 jaar, maar we krijgen nog heel veel wedstrijden om ons te kwalificeren. Dus we hebben nog een klus te klaren, zeg maar. Hoe zou je de 26e triathlon van Leiderdorp omschrijven? Episch wil ik nog net niet zeggen, maar het zit er dichtbij. Alles zat gewoon mee, liep soepel. Wat kunnen we volgend jaar gaan verwachten? Ja, de baanderij heeft het erover dat ze hier meer activiteiten omheen willen gaan organiseren. Misschien de sportmarkt voor Leiderdorp opnieuw hier in nieuw leven in te blazen. En van onze kant uit meer evenementen voor kinderen in de middag.